Die zijn ze wel bijna? Ik heb ze nu aan de lijn, volgens mij zijn ze... Ja, ja, dat ze hem hebben. Oké, ze zijn er, let's go. Zet hem daar neer? Ja, zet hem daar neer. We komen eraan, jongens, we komen eraan. Oh, kijk al die kinderen. Bekend. Oh, gezellig. Oh, dat is wat weer, hè? Hallo. Het is koud, hoor, hé. Oh, dag. Hallo, kijk eens. Hallo. We zijn even zoeken. Hij heeft nu een klein beetje in de file gestaan, maar we zijn er. We zijn er. Klein beetje maar. Klein beetje maar in de file. Oké, hallo. Hallo. Hoi, we zijn er, hoor. Hallo, we zijn er. Zo. Doorlopen. Doorlopen. Oké. Okay. Hallo, dag. Waar is groep 8? Even kijken. 8, 8 boven. Goed zo, nou, dan gaan we naar boven. Dankjewel. Hoppakee, naar boven toe. Is wat is dat? Ga je, vraag jij waar de groep 8 is. Weten jullie waar groep 8 is? Daar! Daar! Heerlijk, nou, hartstikke goed. Moet het hier zijn? Ja. Zo. Ja, ja. Hallo! Goedemorgen! Hoi! Hoi! Hoi, Marije! Hallo, hoi, hoi. Zo! Hoi. Nou, ja, we zijn hier voor de battle. Zijn jullie een beetje sportief ook? Ja! Marije die zei, die heeft een probleem. We hebben vorige week een battle gehad en toen heeft ze verloren. Terecht. Zullen okay. wij maar eens kijken wat we gaan doen? Jullie spelen... Kegels knallen. Attentie, dit spel speel je met z'n tweeën. De een ligt op een longboard. De ander duwt diegene tot aan de streep vooruit. Stoot dan zoveel mogelijk kegels om. De twee duo's die de meeste kegels om hebben, gaan mee naar de battle. Ja. Hebben jullie zin in? Ja! Zo. Oké. Okay. Dames, jullie hebben jullie allemaal opgesplitst in teams van twee. En aan het eind krijgen jullie te horen welke vier dames met mij meegaan. Wie wilt er niet beginnen? Oké, okay, even kijken. Dan mogen jullie beginnen. Wie zet hem op? 3, 2, 1, go! Oké, zijn jullie klaar voor? Nee. Oh. Nee. Go! Kom naar binnen. Ja, een beetje sturen. Ja, benen uit. En rennen. Ja! Oh, jeetje. Hebben we een tactiek? Ja. Yes. Go! Dames, jullie hebben allemaal heel erg jullie best gedaan. Ja. Maar ik moet jammer genoeg mededelen dat jullie pas weten wie er meegaan als de jongens zijn geweest. Zijn jullie er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, go! En daar gaan we. Hoppakee! Lekker man, goed toch? Ja. 3, 2, 1, go! Wel een lekker ritje. Lekker. Jongens, goed gedaan. Kom maar hoor. Oh, nou, nou, in het midden, heel lekker op boom. Ja, echt op mijn hand dan. 3, 2, 1, kom maar! Nou jongens, veel succes. Jullie zijn de laatste. 3, 2, 1, kom maar!
Ja, goed toch, goed. De kegels zijn geteld. Ja. En mijn eerste twee meiden zijn Nienke en Sophie. Yes! En Sophie, kom erbij, zij komt erbij staan. De eerste twee mannen die bij mij mogen komen staan zijn Mickey en Roan. Alsjeblieft. Wie zijn dan de laatste twee meisjes? Evie en Noah. En de laatste twee jongens die bij mij mogen komen staan zijn Keanu en Gijs. Wow. Dit zijn mijn vier mannen. Daar zijn we dan. Ik weet hoe blauw-bluik droog is. Goeie vraag. Dat gaan we nog niet zeggen. Daar gaan we zo achter komen. Kan je het een beetje zien aan waar we zijn? Ja. Ik ben een blauwtje. Dit is handbal. Eerst een turnonderdeel was? Nee, niet zo. De Duitsers wilden ooit de gymnastieksport uitbreiden met balsporten. De spelregels van basketbal, korfbal en voetbal werden gemixt. Zo kreeg je handbal, dat eerst echt een meidensport was. Dames. Eerst werd het alleen buiten op een voetbalveld gespeeld. Nu wordt het ook binnen gedaan. De keeper moet worden ingemaakt. Want het gaat natuurlijk om goalscoren. Juist. Een speler mag maar 3 stappen lopen met de bal. Als de bal stuitert, kan je dat weer vergeten. Handbal heet dan wel handbal, maar koppen mag ook. Ja, zo dus. Ja, maar zo niet. Waar gaan we mee beginnen? Begin even met de passing, denk ik. Dat is toch... Overgooien. Ja. Je richt met je linkerhand naar degene wie je gooit, ja? En zorg dat de bal strak is. Dus een beetje tempo mag er wel in zitten. Ja. Niet zo gooien, want jij gooit hem zo. Maar zo. Ja. Beter. Wijzen, goed zo. En dan gooien. Oh, nee. Hoe moet je eigenlijk precies vangen? Moet je hem zo... Belangrijk dat je een kommetje maakt eigenlijk. Een soort driehoek tussen je handen. En dan in de handen en dan vang. Kijk, zie? Wijzen hoor, wijzen. Ik zie hem nog niet wijzen. Juist, wijzen. Ma. En dan gooien. Goed zo. Dat is ook keurig, jongens. Wat we nu gaan doen is op doel gooien. Is er nog een regel van waar je mag gooien of mag je echt overal gooien? Nee, we hebben een cirkel. Je mag nooit in de cirkel komen. Nee, niemand mag in de cirkel. Alleen ook de verdediger. Alleen de keeper. Goed, mannen. Goed. Kijk eens in de hoek. Ja. Oh. Kijk. Goed, mannen. Goed. Goed. Kijk. Lekker. Oh, een sprongschot. Maak je een aanloop, dus maak je 3 passen. Links, rechts, links. En dan schieten. Maar dan moet je wel schieten voordat je landt. 1, 2, 3. Goed. Lekker, goed eruit. Naar het doel springen, hè, jongens. Goed. Kijk, goed, man. Goed, stuiteren. Vangen. 1, 2, 3. Meer. Kijk eens. Stuiteren. Goed. Vangen. Oh, dat mag stoppen voor de lijn. Anders is de bal voor de jongens. Kijk. Ja. Ja, goed. Pak naar voren. Goed. Ja. Goed, kijk voor je. Goed zo. Het ging veel te snel. Nee. Ah, netjes. Goed. Oh, nee. Oh, lekker keepie. Hoe gaat het? Het gaat supergoed. Het gaat heel goed. Ik zie het. Het gaat heel goed. Zo. Goed gekiept. Zijn we er klaar voor? Ja, denk het wel. Zijn zij er klaar voor? Ik denk het wel. Mannen, dan wens ik jullie heel veel succes. Kom voor elkaar. Ja! En
En dan nu de quizvraag. Voordat we naar de finale gaan, heb jij een goede quizvraag? Ik heb een hele goede. Ga jij maar op het goal staan? Hè? Ga maar op het goal staan. Op het goal staan, ja. Ja. Ik heb twee toppers hier, Zoe en Noah. En die gaan zo meteen 10 ballen op het goal gooien. Hallo. En aan jullie te raden hoeveel er uiteindelijk in het goal komen. Dus ben je er klaar voor? Zeker. Ja, klaar voor? Succes. Dat gaan we doen. Nou, niet... Nou, Ron. Denk jij nou thuis te weten hoeveel er in het goal gingen? Ga dan even naar onderstaand adres, laat het achter. En misschien maak je wel kans op deze zelfsporttas met een shirt van het Nederlandse team gesigneerd. Leuk, hè? Wat zijn voor verrassing-effecten, Sushi? Want hoe ging je erin? Ja. Toegekomen aan de finale. Nou, hoe gaan we dat doen? Drie passen, dribbelen jongens. Niet in de cirkel komen. Dus net als we net geoefend hebben. Nou, ja, dat is goed. En hoe gaan wij zo winnen? Ja, de meeste doelpunten maken natuurlijk, hè meiden? Ja, ja, ja. De jongens verslaan. Ja. Mannen, klaar voor? Ja! Meiden, klaar voor? Ja! Bij schieten. We schieten heel ver weg. We staan met z'n allen bij elkaar. We moeten juist weglopen van de dekking, want dan kan je die bal pasen. En onthou, ik heb geleerd dat jullie kunnen stuiteren. Ik heb nog niemand zien stuiteren. Bij de meiden wel. En nog één ding, wat ook belangrijk is. In de dekking heeft ieder een mannetje. Hou je daaraan. Yo, yo, yo! De meiden winnen wel! Hey! Okay. Kom, meiden! Spelen. Goed! Goed zo! Goed zo! Goed zo, oh, naar voren, oh. Meiden,
spelen. Goed. Goed. Hier zijn ze. Voren, voren, Keanu. Schieten. Ze horen niks meer. Je moet je beter aanbieden voor. Even naar voren. Goed zo. Goed. Ja, ja, pak hem even. Let op! Let op! Dus, je feit het. Het komen! Ja! Maakt niet uit. Schieten, schieten! Dat betekent dat de beker gaat naar de mannen! Heel goed gedaan, maar de volgende keer winnen wij wel. Klopt, zijn we wel. Ja, dit was het dan. Ik vond jou als coach best goed, hoor. Ja, ik heb een lange uit mijn lijf gespeeld. Dat snap ik. Ja. Volgende week is er weer een nieuwe battle. Is Big waarschijnlijk weer terug, dus tot volgende week. Doei! Doei.